Ik zag trouwens dat het deze vlog feest is. Kijk, Olivia heeft allemaal pepernoot. Ik heb zo'n lieve, galante man. Dat is echt... Er is een reclame tussendoor, na. Dat kan je echt niet doen. Wat doe je nou, Olivia? Wat doe je met papa? Hallo. Hey, allemaal. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Dat is een leuke opening van de vlog. Goedemorgen, het is zaterdagochtend en ik sta in de badkamer. Ik heb net mijn make-up gedaan. En heel eerlijk, ik heb net mijn camera opgehaald om nog even te gaan filmen dat we hier waren. En Olivia denkt nu van, maar we gingen toch in de actiestand. Ja, je hebt helemaal gelijk, ik neem je mee naar beneden. Hey, ik neem jou mee naar beneden. Kijk deze leuke haarstijl. Ze heeft een staartje en een speldje voorin. Ik laat het zo wel zien, dat kan je nu niet goed zien. Maar in ieder geval, ik heb me aangekleed en opgemaakt. En we gaan nu naar beneden. We gaan naar beneden, hè, lieverd. Olivia die was om 4:15 wakker. Gelukkig viel ze nog even in slaap. Maar om 6:00 was het wel echt klaar. Dus toen is ze tussen ons in komen liggen. En hebben we lekker gespeeld met z'n drietjes. En is Sven naar werk gegaan. Ik zal even naar beneden lopen. Wacht even. Sven die is dus al naar zijn werk gegaan. En wij zijn omgekleed. Ik heb deze trui aan. Ik kreeg veel vragen over laatst. Van Good Gusto is hij. En mijn broek van Levi's. En Olivia heeft sokjes aan van... Kruidvat, dat vinden we echt de allerfijnste sokjes, omdat ze en niet afzakken en er van die anti-slip dingen op zitten. Deze kocht ik bij Prenatal. De rompertje is van Pom de Luxe. En deze is volgens mij ook van Prenatal. Heb je honger? Je een beetje eten? Maar je hebt al drinken, hè? Dat is lekker. Ze heeft een beetje thee. En kijk, dit speldje heeft ze in. Olivia haalt ondertussen de la leeg en ik maak havermoutpap. Ik ga er een banaan doorheen doen. Olivia, ik geef haar altijd eerst eten, maar ze wilde niet echt eten. Dus nou ja, prima. Misschien dat ze straks wat van mijn havermoutpap wil ofzo. En anders niet, dan zien we het wel weer verder. Oh, ik zag trouwens dat het deze vlog feest is. Het is namelijk vlog 500. 500! Hoe bedenk je het je? Echt bizar. En aan de andere kant heb ik ook al het gevoel dat ik het al veel langer doe en dat ik al veel meer vlogs maak. Maar ik vond het wel even een vermelding waard. Olivia en ik gaan zo naar mijn schoonouders. Daar zouden we rond 9 uur of zo zijn. En dan gaan we rond 11 uur naar Mirjam, de zus van Sven. En dan gaan we met z'n allen naar de intocht van Sinterklaas. Heel veel zin in. Mijn neefjes zijn ook helemaal excited, hoorde ik al. Dus wij gaan lekker mee. Ik wil je trouwens ook even zeggen dat je deze vlog ook prima kunt kijken met kinderen. Daar zal ik voor zorgen. Dus dan weet je dat je daar niet alert op hoeft te zijn rondom 5 december. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er ligt hier ondertussen een meisje onder de la. En bijna alles ligt wel uit de la. Dat is een beetje overdreven. Maar ze vindt het heel leuk om zo een beetje... Of vind je het niet meer leuk? Wat is er? Ligt die klem? Wil je deze hebben? Ga maar pakken. Wat ben je er klaar mee? Mama is bijna klaar. De havermout is bijna klaar. Het lijkt toch alsof ik een hele volksverhuizing met zo'n kind hoor. Ik zal zo eens even laten zien wat ik allemaal aan het inpakken ben. In ieder geval de drinkbeker. Hoeveel zit daar nog in? Nou, dat is in ieder geval voor in de auto als ze wil genoeg. En dan kan ze
bij oma wel even nieuwe thee krijgen. Dan hebben we eerst de luiertas met hierin mijn portemonnee en telefoon. Dan luierdoekjes, schone rompers, schoon shirtje, schoon broekje voor je weet het nooit. Natuurlijk luiers, nog meer doekjes kennelijk. Hier zitten dus de luiers. Hoe heet het? Kwijldoekje. Voor als soms dan komen de tandjes door en gaat ze heel erg kwijlen. Olivia is ondertussen het ding open en dicht aan het doen. Hier zitten de slaapspullen in, want ze moet waarschijnlijk ook slapen. Dus een pyjama broekje, slaapzak, witte ruis, want daar slaapt ze altijd mee. En Lammy, de knuffel. Dan een speenkoord, eten en snacks en melkpoeder. Want ze krijgt af en toe nog een fles. En ja, ze heeft haar fles zelf. Die moet ik nog even omspoelen. En die gaat dan ook mee. Oh ja, de drinken niet vergeten erin te doen. Ik denk dat we alles hebben. Jongen, ongelooflijk. Even goed nadenken, maar volgens mij hebben we alles. Zo, wij zijn bij opa en oma. En Olivia eet een banaan. Nou, we zijn in Leeuwarden, in het centrum. Het is hartstikke druk natuurlijk hier. Maar we hebben een heel mooi plekje. Zodat we Sinterklaas goed kunnen zien, hopelijk. Alleen het is 12:30 en Olivia heeft nog niks, geen eten gehad of zo in de hectiek. Maar zij vindt het prima, ze is helemaal overdonderd. Dus ik geef haar nu gewoon lekker een broodje. Wat is ze? Oh ja, pepernoot mag ze. Ja. Kijk, Olivia heeft allemaal pepernoot gekregen. Ze steekt hem in de mond. Vind je het lekker, meisje? Zo lekker. En wij zijn weer thuis. Wat heerlijk om dat gezichtje van Olivia te zien. Heel leuk. De pieten die deden allemaal pepernoten in haar capuchon. Zo schattig. En ze stond alleen maar te kijken naar alle fanfares en echt zo de hele tijd. Ik had gedacht dat ze heel bang zou worden, dat ze zou gaan huilen of dat ze echt alleen maar zo zou zitten. Maar ze zat dus echt alleen maar zo grappig. Goed, ik heb nu nog een beetje restje eten voor haar van laatst. Het zijn aardappeltjes. Met vegetarische kipstukjes en aardappels had ik al gezegd. En courgette. Dus die ga ik haar even geven. Oké. Oh, en ik bedenk me net dat Alma Maukie helemaal geen water had vandaag. Want die had ik op het aanrichten. Maukie, kom eens. Hier water. Kijk, drinken. Zo, Maukie is aan het drinken. Ik moet zelf ook nog even wat drinken. En ik ga Olivia eten geven. Olivia die gooit dus oprecht eten naar beneden voor Maukie. Nee, die is van Olivia. Moet toch niet gekker worden. We hadden lekker eten besteld om op te halen. En Sven die had zin in pizza, dus die had de pizza opgehaald. En we hadden zeg maar tegelijk besteld, want dat zit echt vlak bij elkaar. En ik had heel veel zin in sushi, dus ik had sushi besteld. En dat ging hij ook voor mij halen om diezelfde tijd. En toen kwam hij dus bij die sushi tent. En toen was het nog niet klaar, terwijl ik had besteld op die tijd. En dat kon gewoon. Maar ze zei, ja, het is pas over een half uur klaar. Dus toen kon Sven eerst weer naar huis. En ik zei nog, van ja, dan haal ik het wel gewoon. Maar hij weet je, als ik eenmaal binnen ben, 's avonds, dan ben ik echt zo'n kluizenaartje.
En zeker als het dan donker is en koud begint te worden, dan vind ik het echt niet fijn om nog uit huis te gaan. Dus hij zegt, nee, jij vindt dat helemaal niet fijn. Ik ga het voor je halen. En dat is echt zo lief, echt. Ik heb zo'n lieve, galante man. En hij weet helemaal niet dat ik dit zeg, maar echt, ik ben er zo blij mee. Natuurlijk ga ik dat hem ook straks nog zeggen. En weet hij ook wel. Want ik zeg het heel vaak tegen hem. Maar ik vind dat echt, echt het allerliefste ter wereld. Nou ja, dat was overdreven. Maar het is wel heel lief. En ik ben er heel dankbaar voor. We zijn The Masked Singer aan het kijken. Echt zo'n heerlijk programma. Vorige week de eerste aflevering, nu de tweede aflevering. Het is echt het enige programma wat we ongeveer samen kijken. Maar daar geniet ik heel erg van. En ik ga ook lekker... Oh, ik ga mijn sushi straks even filmen. Gewoon om jou even jaloers te maken. Nee, dat is niet waar. Maar oh, herken je dat? Dat als je vlog zit te kijken en dat iemand dit zit te eten, dat je denkt, oh, ik wil dat ook gewoon nu hebben. Ik heb dat zo vaak als ik een vlog zit te kijken. En nu hebben jullie dat misschien. Dus komt eraan. Hou je vast. Nou jongens. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ik heb net op de vlog... Dat weet jij niet, maar ik heb net jou letterlijk een liefdesverklaring gegeven op de vlog. En dat doe je zo tegen mij. Je bent echt de meest geweldige man ter wereld, maar je moet me niet belachelijk maken. Ja, het is heel grappig. Nou goed, ik ga heerlijk genieten. En Sven ook. Die heeft dus de pizza al lang op. En die gaat nu lekker aan de chips. En een Oliviaatje ligt lekker te slapen. In de berenslaapzakje. Hoe schattig. Goedemorgen. Het is 6:30 op zondagochtend. En wij zijn lekker beneden aan het spelen met het keukentje. Oftewel, Olivia is nu over me heen aan het kruipen. Ze was om 5:30 al wakker. En toen heb ik haar nog even neergelegd. Maar om 6:00 was ze er echt klaar mee. Dus ben ik er maar even uitgegaan met haar. Dan kan Sven nog eventjes blijven liggen. Ik vind het altijd prima eigenlijk om eruit te gaan. En Sven vindt het juist heerlijk om te blijven liggen. Maar ik moet zeggen dat 6:30 op zondag wel vroeg is. Het is echt, ze is echt in fases. Vorige week werd ze nog elke keer om 7:30, 8:00 wakker. Dat we echt dachten van, nou, dat is wel erg laat. En nu denk ik weer, nou, dat is wel erg vroeg. Maar het verandert zo bij Olivia. En ze gaat altijd eigenlijk naar bed gewoon als ze vermoeidheidsverschijnselen vertoont. En de één keer is dat om 6:15 en de andere keer is dat om 7:00. Maar ergens tussen 6:15 en 7:00 gaat ze altijd wel naar bed. Dus dat is eigenlijk altijd gelijk. Maar goed, het is ook wel prima. Hoort erbij, hè? Bij een kleine kind hebben. Dus, we gaan lekker spelen. Op dit moment probeert ze achter Maukie aan te gaan. Gelukkig gaat het heel goed tussen Maukie en Olivia nog steeds. Ze vinden elkaar best wel leuk. Alleen Maukie die rent echt hard weg als Olivia in een baldadige bui is. Maar soms komt ze er ook wel weer een beetje bij zitten. En Maukie? Ja. Zo, goedemiddag. Het is 8:00. Ja. Maar het voelt echt als middag al. Ik heb er al de hele avond op zitten. Ja. En nu zijn de dames lekker eten aan het uitzoeken. Het is dus irritant, ik zou nooit zo warm doen. Nee. Maar dat vind ik irritant als je... Je kunt hem ook zo doen als Maukie hem doet. Dat is echt... reclame tussendoor, na. Dat kan je echt niet doen. Als je ooit een workout van mij doet en er zit een reclame tussen, stuur me een berichtje. Dat is een fout. Ik doe dat echt nooit. Mocht je denken, wat is dat lawaai? Olivia is de tent aan het afbreken.
ze. Goed zo. Gaan we naar Groningen met z'n drietjes. Olivia die zit achterin een schermpje te kijken. Ja, ja, een schermpje te kijken. Wat, wat een drama onder onze vorige vlog dat Olivia een schermpje zat te kijken. Echt jongens, ja, nee, ik ga er ook niks over zeggen. Wij gaan naar Groningen. Lekker ergens lunchen met z'n drietjes. Ja. En gewoon een gezellige middag hebben. Het is echt zo lekker weer. Het is heel lekker weer. Echt heel fijn. We kunnen wel een terras pakken. Bijna wel. En jij wilde nog even kijken voor de joggingbroek, hè? Ja. Even maar naar de Nike-winkel. Leuk. Nou, kijk, de vorige keer zat ik hier ook met Rashida. Toen kreeg ik heel veel vragen. Dus bij Fresh Today aan de Westerhaven, Westerkade, zoiets. Ik heb een club sandwich met avocado en tzatziki. Olivia heeft een hele berg, kijk nou hoeveel, aan bananenpannenkoekjes. En Sven heeft een klein broodje. Jij hebt echt het minste. Bijna altijd zo. Ons meisje wil dus echt alleen maar de blauwe bessen en de druiven. En de pannenkoekjes wil ze niet. En een paar stukjes avocado heeft ze van mij en van Sven gekregen. Maar Sven is nu dus de pannenkoekjes aan het opeten. Ik heb het ook heel erg naar mijn zin gehad. En we wilden eigenlijk wat langer in de stad blijven, maar Olivia heeft het helemaal gehad. We hebben boekjes voor haar gekocht. En ik heb de rompertjes gekocht. Ik vind de rompertjes van Nemit echt heel fijn, omdat die heel rekbaar zijn en dus heel lang meegaan. Zij heeft nu nog maatje 74 van die rompers aan. Terwijl ze al maat 92 draagt van sommige andere kleding. Dus ik heb nu gewoon maat 92 gekocht van die rompers. Dan hebben we weer wat extra. Want dat was wel nodig met het poepgedrag van onze dame. Maar we gaan dus nu gewoon weer naar huis, want dit gaat het niet worden. Krak, ja, krak. We hebben Olivia haar cadeautje gegeven. Dit boekje, ze is er helemaal gek van. Ze had al eentje hier, ze had ze gekregen van vrienden van ons. Een geluidenboekje. Ja, wil je hem weer doen? Wil je hem weer doen? Maar deze heeft knopjes die ze zelf kan indrukken. En die vindt ze dus helemaal geweldig. Ga kijken, kijk hier. Het is een aap, hè? Een aap. Maar ik wilde ook nog even die rompertjes laten zien. Deze in een lila kleurtje. Het zijn dus echt van die extreem, hoe noem je dat? Stretchy rompertjes. Dus hier kan ze heel lang in. Een lila, een roze en een crème witte. En dan hebben we er weer even drie bij voor de poepluiers. Kijk, deze een crème wit zandkleurtje en Sven heeft nu de roze. Zullen wij de potje gouden rompertjes naar rechts doen? Ja, die kunnen wel naar, naar boven voor te mouwen. Nou ja, tenzij ze een hele dikke trui aan heeft misschien. Als we nog twee of drie korte mouwen rompertjes of vier korte mouwen rompertjes bewaren. Doe papa. Ik ga jullie trouwens ook nog laten zien. Ik kreeg toch iets superleuks op. Oh, wat doe je nou, Olivia? Wat doe je met papa?
Hallo. Ja, Maukje naar buiten. Jeetje, wat een chaos hier. Niet normaal. Maar ik kreeg iets superleuks opgestuurd van mijn oma. En... Oh, Olivia had de zak over de hoofd. Dan krijgen we ook weer gedonder over dat Olivia... Ik kan echt niet hoor. Kan echt niet. Nou goed, ik kreeg dus een pakketje van mijn oma opgestuurd. En ik kon niet zo goed zien wat erin zit. Maar het is dus een vliesdeken. Kijk, en hij is in de vorm van een brief. En er staat dus deze tekst op: voor mijn kleindochter, zelfs als ik niet in de buurt ben, wil ik dat ik weet dat ik van je hou en dat ik zo trots op je ben. Wikkel jezelf hierin en zie het als een dikke knuffel. Nou, dat is toch leuk. Mijn oma die woont in Beverwijk, dus die kan ik niet zo vaak zien. Echt heel leuk. Heel blij mee. Zo fijn. Waar ben je nou? Waar ben je nou? Olivia. Ha, daar was je weer. Zo, het is 7 uur. Olivia ligt op bed. Sven heeft gekookt. Wij hebben groene bloemkool volgens Sven. Met zalm. En een beetje teriyaki saus over de zalm. En we gaan straks nog een beetje stokbrood eten. Maar dat gaat nog even de oven in. En we hebben lekker kaarsjes aanstaan. Het komt altijd heel raar over met het licht op camera. Maar in ieder geval een gezellige zondagavond. En dan was dat de vlog van vandaag. Ik heb spierpijn. Het is nu maandag, de volgende dag. En ik heb spierpijn van de workout van gisteren. Dus het was toch een... Ik heb daarna trouwens, na die ene workout, nog een andere gedaan. Want die eerste, ja, ik voelde hem gewoon niet helemaal. En ik ben best wel kritisch natuurlijk op workouts, omdat ik ze zelf ook maak. En dan... de volgorde vind ik best wel nauw komen. Ik kan hier wel lang, heel lang over praten, ga ik nu niet doen, maar hij beviel niet zo heel goed. Dus ik zei al tegen Sven, eigenlijk wil ik gewoon mijn eigen workouts doen, maar dan zou ik me weer irriteren aan wat ik zelf zeg en juist wat ik niet zeg, weet je, wat ik beter had kunnen doen in die workout. Dus ik zei al, misschien moet ik mijn eigen workout doen en dan mijn eigen geluid dempen. Dat ik mezelf niet hoor ofzo. Dus dat zou nog een optie kunnen zijn. Maar goed, ik heb even goed lekker gesport en spierpijn. Dus dat vind ik altijd wel lekker voelen. Trouwens, als je geen spierpijn hebt na het sporten, betekent echt niet dat je niet goed gesport hebt. Olivia die is met Sven vandaag en die zijn op weg naar de winkel. Die gaan even boodschappen doen. In de zin van, Sven is haar aan het aankleden. En daarom hoor je af en toe wat oorgeluiden. Ik hoop dat je de vlog van vandaag weer leuk vond om te zien. Wij kijken er heel erg naar uit, naar de Sinterklaasperiode met Olivia. Gewoon heel gezellig. En natuurlijk ook kerst. En zo'n leuke tijd komt eraan. Vorig jaar was ze natuurlijk echt nog heel klein. Dus heeft ze er niks van meegekregen. En nu krijgt ze er iets van mee. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat straks met de kerstboom en zo. Ik hou mijn hart vast. Maar goed, dat gaan jullie ook allemaal zien. Dank jullie wel voor het kijken. En heel graag tot in de volgende. Doei doei!